Welkom beste kijkers in deze arena vol bulten en bruine zeep. Zes clubs strijden voor de titel snelste zakker in de eerste klasse. Vraag is wie komt zonder kleerscheuren als eerste over de finish. De spanning is van de gezichten af te lezen. Lierse zet een leeuw in. We hadden een kameel verwacht. Deze Gentse roodhuid slaat bleek uit van de stress. De Brugse beren die zullen met z'n tweetjes naar beneden gaan. Maar wie mag er bovenaan? Uit Mechelen hebben ze maar één beer gestuurd. En het Anderlecht-sketje, dat ziet het wel zitten. Zo snel mogelijk naar beneden, dat is de bedoeling. De deelnemers zetten zich klaar voor het startschot. 3, 2, 1, go! En ze zijn weg. De Indiaan neemt onmiddellijk de leiding, gevolgd door het ketje. Bij Gent gaat het bijzonder vlot. De Indiaan komt als eerste over de finish voor Anderlecht, Mechelen en Lierse. En de Brugse beren? Die blijven echt wel ter plaatse trappelen. Wakker worden uit de winterslaapbeertjes. Heel goed zijn die nog niet op elkaar ingespeeld. Eindelijk komt er toch wat beweging in. Ja, Brugge kan zelfs de zebra van Charleroi nog inhalen. Die zit halfweg in zijn winterstop. En hij heeft echt wel een klop van de hamer gekregen. Maar Gent is dus allang winnaar geworden. Charleroi nogthans vertrokken vanuit de rechterkolom. Heeft nog werk aan de winkel. De Gentse Indiaan had ondertussen al een vredespijp kunnen roken.